In deze video ga ik jullie meenemen in het verhaal van Voelo. En ik ga jullie meer vertellen over het emotioneel talent en ik ga wat praktijkvoorbeelden aanhalen, zodat het talent wat dieper duidelijk gemaakt kan worden bij jullie. Ik gebruik zelf altijd heel graag beeldende materialen. Dit is waarom ik uiteindelijk de Intentos heb ontwikkeld, om die talenten tastbaar en concreet te maken. En ik werk hierbij met de draken. Dit zijn poppen die gemaakt zijn door mijn schoonzus. Je kan eigenlijk alles hiervoor gebruiken. Alles wat bijvoorbeeld die kleuren heeft. Op het moment dat je bijvoorbeeld met pubers werkt of je werkt met volwassenen. Wat ik dan heel vaak gebruik zijn bijvoorbeeld deze materialen. Die je vaak gebruikt bij familieopstellingen bijvoorbeeld. Dus dan pak ik deze en dan heb ik bijvoorbeeld deze houten blokjes. En op het moment dat ik daarmee werk kan ik dit talent zichtbaar maken. Dan kan ik aangeven dat we het hierover hebben. Maar ook wat het met die andere talenten weer doet. En dat is waar ik jullie in deze video in mee wil nemen, is het effect van het emotioneel talent wanneer het uit disbalans is op alle andere talenten. Voelo, zoals jullie weten, heeft een rijk geschakeerd gevoelsleven. Die voelt heel veel, is sterk empathisch, diep gehecht en heeft extreme in emoties. Hè? Dus die hoge pieken, diepe dalen zijn kenmerkend voor Voelo. Wat zie je nou bij Voelo? Hier bijvoorbeeld op het plaatje, zie je Voelo die moeite heeft met slapen. En dat is niet iets wat af en toe voorkomt. Het is iets wat vaak voorkomt. En zeker bij de kinderen bij mij in de praktijk kom ik dit heel vaak tegen. En wat gebeurt er nou met Voelo? Voelo voelt eigenlijk heel erg veel overdag. Door die dag heen gebeurt van alles, kleine dingetjes. Niet alles wordt geregistreerd. En het kind gaat door en het kind bleef verder de dag en het blijft met iets zitten. En op het moment dat Voelo naar bed wil, is dat emotionele stuk uit balans. Er zit niet echt een fijn gevoel. Dus wat je ziet is dat dan eigenlijk die andere intenso's die gaan meedoen, die andere talenten gaan meedoen. Ik voel me niet zo fijn. Dat is het gevoel wat bij het kind zit. Wat gaat Denko doen? Denko gaat nadenken. Waarom voel ik me niet zo fijn? Wat is er aan de hand? Wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Wat was er nou ook alweer vervelend? Oh ja, wacht. Nee, dat was heel erg vervelend. Dat was. Soms zie je ook bij kinderen dat ze dan bijvoorbeeld verdrietig zijn en dan benoemen ze dat is omdat de kat 2 jaar geleden dood was. Dat is niet zozeer direct gelinkt, maar het is dat Denko dan mee gaat doen en dan gaat denken van wat zou dan hetgene zijn wat mij verdrietig maakt. Op het moment dat je dan dus diep kunt nadenken over dat gevoel, komt Beeldo er vaak ook nog gezellig bij. Want die kan meedoen met allerlei rampscenario's bedenken, waardoor het nog erger wordt allemaal in je hoofd. En op dat moment krijg je zintuigen die op scherp gaan staan, want hier komt natuurlijk een stuk angst bij tevoorschijn. En je hoort nu in één keer van alles in je kamer en ook daar kun je weer diep over nadenken. Ik pakte de motor in plaats van Zinto, sorry. En motor die zit met die innerlijke energie nog van oké, wat moet ik nu eigenlijk gaan doen? Nou, zo zie je dat je dus eigenlijk op allerlei gebieden iets kunt zien. Maar je het dan niet in één keer kunt zien van wat zit daar nou onder? Nou, wat je heel vaak ziet bijvoorbeeld in het onderwijs, wanneer een kind geen veiligheid voelt. Geen veiligheid voelt bij de leerkracht of geen veiligheid voelt bij de klas. Is dat je dat op die andere gebieden kunt gaan zien. Kind wat zich niet veilig voelt, zal zelden creativiteit laten zien. Creativiteit wordt gedrukt door de angst. Een kind wat zich niet veilig voelt, zal ook zelden die Denko laten zien. Want een kind wat zich niet veilig voelt, gaat proberen onder de radar te blijven. Dus ja, dan ga je niet juist dat heel erg sterk laten zien. Probeer maar gewoon binnen het stuk te blijven wat mij onzichtbaar houdt, bijvoorbeeld. Een kind wat zich niet veilig voelt, kan op zintuigelijk gebied ineens van alles laten zien. Ik heb een meisje begeleid dat ging verhuizen. Een meisje ging verhuizen van zowel huis als school. En in die laatste weken, voordat dat allemaal ging plaatsvinden, kon dit meisje geen enkel kledingstuk meer verdragen. Ze had 2 jurkjes uit de hele kast die ze nog aan wilde. En verder wilde ze niks meer aan. En moeder zei van, wat is dit nou? Moet ik op zoek naar een sensorisch-integratiespecialist? Is er zintuigelijk iets aan de hand? Maar het zat in die basis. Die onveiligheid zorgde bij haar ervoor dat die zintuigen op scherp kwamen te staan en ze het gewoon niet meer kon verdragen. Op het moment dat dat kind uiteindelijk verhuisd was en alles eigenlijk goed ging ook met school, zakte dit gewoon weer weg. En dan was er eigenlijk geen probleem meer. Maar dat zit hem dus in dat emotionele stuk. Ook wanneer dit uit balans is, kan moto heel erg omhoog gaan schieten. Een kind wat zich niet helemaal veilig voelt, kan bijvoorbeeld ineens allerlei gedrag gaan laten zien. Kan hyperactief worden, kan impulsief worden, misschien wel brutaal worden, heel competitief worden. En dan krijg je natuurlijk heel snel dat ingezet gaat worden op het gedrag. Wacht even, we moeten dit aanpakken. He, begeleid een jongen op de middelbare school die dit laat zien, omdat hij zich niet veilig voelt vanwege de relatie met de mentor. En de eerste dag ging hij naar school.
spannend. Eerste dag middelbare school. Iedereen kreeg een ballon in zijn handen. Hij was zenuwachtig. Die motor die speelt mee. En hij is met die ballon aan het vervelen. Dat is zoals de mentor het zag. En zij zei tegen hem, joh, ga maar even een rondje buiten lopen. Want dit kan niet in de klas. Nou ja, woppa. Gelijk weg veiligheid. En dit wordt dus sterker. Wat heel erg lastig is natuurlijk voor dat kind. Dus dat is zeker belangrijk om het geheel te zien. En dat is ook het doel van die talenten. Dat je snapt van als je dit ziet, dat dat niet wil zeggen dat dit alleen het probleem is. Wat zijn nou die mooie kanten van Voelo? Ja, dat is natuurlijk echt het hele diepe voelen. Er is niks zo moois als op zo'n diep niveau kunnen voelen wat een ander voelt. Blij kunnen worden van wat een ander voelt. Als ik mezelf naga, op het moment dat ik een sessie gehad heb of iemand begeleid heb en je ziet bij diegene dat het leven echt anders is en dat ze zich beter gaan voelen. Ja, daar gaat niks boven dat gevoel. Dat is zo ontzettend fijn. Dus dat hele diepe voelen heeft zeker twee kanten. Ik zou zeggen, duik in de les van Voelo. En dan spreek ik je bij het volgende talent.